Dames en heren, goedemiddag. Ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuw webinar. Georganiseerd door Young Capital in samenwerking met MT Sprout. Het komende uur halen we je even door de wasstraat van persoonlijk leiderschap. Hoe haal je het beste uit jezelf? Hoe blijf je jezelf ontwikkelen, ook in deze tijd? En hoe kan je faciliteren dat je medewerkers ook zichzelf blijven ontwikkelen? Daar praten we het komende uur over met Ineke Kooistra, CEO van Young Capital. En Arjan Erkel, ja, je bent motivatie-expert en freedom fighter in hart en nieren. Precies, ja. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. Het is een webinar live, dus er is voldoende vragen wederom van jou, de kijker. We hebben vandaag opgesplitst in 4 blokken. Daar gaan we proberen een beetje structuur aan te geven. Dat is namelijk omgaan met tegenslag. Is succes een mindset? Persoonlijk leiderschap binnen het bedrijfsleven. Dus hoe doe je dat met je medewerkers? En hoe word je nou de beste versie van jezelf? De vragen kan je in de chat stellen. Eveline zit wederom klaar om de meest prangende vragen uit te kiezen. En stel ze vooral, want de eerste vraag die zo meteen behandeld wordt, ontvangt het boek van MT & Sprout over het aannemen van personeel. Met een voorwoord van jouw collega Hugo. Wat leuk, ja. Ik vind het altijd wel leuk om even te kijken waar jullie vandaag vandaan kijken. Dus misschien kan je even in de chat al aangeven waar je vandaag vandaan kijkt. Is dat thuis, is dat op kantoor? We hebben wel iemand in Breda gehad, zagen we net. Zeker. Komen er wel antwoorden binnen? Absoluut, er was al een gesprek gaande voordat wij begonnen. Heel erg leuk, mensen uit Breda, uit Best, Amsterdam, Eindhoven, Tel, nog meer Eindhoven, Druten en Almere, Groningen. Vanuit huis hebben we ook ertussen. Groningen, Tilburg, echt alle kanten op. Eindhoven de gekste, thuiskantoor Groningen. En Zwolle, Houten, Delft, Berg, Ambacht, ja. Dat ken ik toevallig, heel erg leuk dorpje. Hilversum, Voorschoten, Dordrecht, Deventer, Den Haag. We zitten echt geografisch door het hele land verzameld. Ik kan eventjes doorgaan. Welkom allemaal, leuk dat jullie kijken. Ineke, het zijn bijzondere tijden, ook voor jou als leider van zo'n groot bedrijf als Young Capital. Hoe ga jij om met deze tijd? Nou, het is een hele bijzondere tijd. En Young Capital is een bedrijf wat eigenlijk alleen maar groei heeft gekend. En die groei die hadden we ook eigenlijk tot en met maart 2020. En toen was het echt even een andere zaak. Dus wij hebben inderdaad een hele pittige periode gehad. En, maar goed, aan de andere kant, ik kijk ook alweer positief naar de toekomst. Ja, deze week was goed, hè? Mooie klant binnengehaald. Ja, gelukkig. Later waarschijnlijk het gaat ook gewoon over bekend. Ja. Je bent sinds 2003 CEO in een bedrijf dat altijd omhoog gaat. Hoe is het dan als het in één keer zo'n groei aan de handrem wordt getrokken? Hoe is dat voor jou persoonlijk? Ja, sinds 2013 dan ben ik hier gestart. Ja. En dat is wel even wennen natuurlijk. Aan de andere kant, ik ben iemand die eigenlijk altijd met plan B bezig bent geweest. Dus ik heb altijd wel in mijn hoofd gehouden wat er ook gebeurt. Een groeibedrijf is prachtig en daar ga je ook je bedrijf helemaal op inrichten. Maar het kan altijd anders zijn. En dat komt ook omdat ik ook meerdere crisis heb meegemaakt. Dus ik weet dat het gewoon gebeurt. Op het moment dat zoiets gebeurt, zoiets radicaals wat wij nu hebben meegemaakt. Dan gaan wel alle radars aan en dan ga je wel gelijk in de actiestand en ga je gelijk maatregelen nemen. Ja, de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Young Capital hier voor jullie werken, 27 ongeveer. Ja, dat is een jong bedrijf. Ja. Die hebben niet zo'n crisis meegemaakt. Nee. Hoe probeer je dat ze mee te geven, wat je de lessen vanuit het verleden? Dat is iets wat je eigenlijk niet op dag 1 doet. Hè? Want je moet als zoiets gebeurt wat is gebeurd in maart, moet je eigenlijk gelijk ingrijpen. En dan moet je wel heel goed communiceren. Maar heel veel mensen begrijpen eigenlijk nog niet wat er aan de hand is. Hè? Die zeggen dan, joh, het gaat veel te snel en moet dit en moet dat. En joh, waarom kan ik... Want wij moesten ook eigenlijk wel mensen al laten gaan in de proeftijd. We hebben ook hele verdrietige beslissingen moeten nemen, ook om bepaalde tijdscontracten niet te verlengen. En in het begin was er eigenlijk niet zoveel begrip voor. En ik snap dat ook. Dus wij hebben ook heel erg geïnvesteerd met elkaar als team om goed te communiceren. Om mensen mee te nemen van, joh, weet je, dit is er aan de hand, dit is wat we gaan doen. Dat is gewoon heel erg belangrijk, communicatie en alles. Maar ook eerlijk zijn. Hè? Want heel veel mensen hebben wel gezegd van, ja, maar vertel dan wanneer is het klaar en wanneer stopt het en wanneer kunnen we weer doorgaan. Wij weten het gewoon niet. En dat is ook iets wat je ook eerlijk in een antwoord terug moet geven aan iedereen. Ja, dat is natuurlijk ook een antwoord, hè? Van, ik weet dit gewoon even niet. Ja. We komen binnenkort bij je terug. En dat is heel lastig, omdat je natuurlijk altijd weet wat is de stip op de horizon. Je bent altijd bezig met je strategie. Je bent altijd bezig om prachtige plaatjes te laten zien van, jongens, we hebben jullie nodig, want we gaan hierheen. En dat is nu even heel lastig, omdat dat gewoon niet kan. Omdat het er gewoon zo'n bijzondere situatie is, waar niet alleen wij, maar eigenlijk alle bedrijven heel de wereld mee te maken heeft.
Arjen, je bent motivational speaker. Je geeft heel veel lezingen, trainingen. Ja. Tegenwoordig ook webinars. Ja, precies. Dat moet dan wel. Ja. Hoe was die crisis voor jou persoonlijk? Hoe kwam die op je dak vallen? Nou, als je kijkt naar het werk, dat viel natuurlijk 100% weg. Dit jaar is 75 jaar vrijheid. Nou ja, mijn lezingen gaan heel veel over vrijheid van denken en doen. En dat viel allemaal weg. Dus het was wel even een schok aan de ene kant. Maar ja, ik ben ook altijd wel gewoon, nou, niet met plan B bezig, maar ik zorg wel dat ik het goed voor elkaar heb. Dus ik kon die klap wel opvangen. En eerst dacht ik gewoon, nou, het is ook wel weer fijn. Rust, een lange vakantie, het is mooi weer, meer tijd voor het gezin. En toen later dacht ik, ja, het is ook wel tijd om mee te bewegen. En die webinars zijn ook, zijn die leuk, zijn die niet leuk, dat wist ik niet. Toen ben ik een paar gaan volgen. En toen dacht ik, nou, dat kan ik ook, of dat kan ik beter, ben ik het ook gaan doen. En ik heb het nog nooit zoiets leuks meegemaakt eigenlijk. Ik vind het hartstikke gaaf, heel interactief. Hoe is dat voor jou als spreker? En zeker in op het vlak van persoonlijke motivatie, persoonlijk leiderschap. Kijk, als je voor een zaal zit, dan kan je iedereen aankijken. Je moet er iets meer energie in leggen. Ik heb gelukkig een televisieserie mogen presenteren. En daar moet je natuurlijk, voor de camera moet je altijd iets meer energie erin proppen dan als je gewoon met elkaar praat. En dat gaat blijkbaar hartstikke goed. En de chat die werkt goed. Ik vraag wel altijd of er één of twee mensen wel zichtbaar zijn, zodat je nog wel het gezicht kan lezen. Maar ik denk dat je heel veel, zeker in deze tijd, ook bij jezelf moet zoeken. He, dat hoort natuurlijk ook bij leiderschap. Maar ja, de mensen om je heen zijn een beetje weg aan het vallen. Die zijn verder weg, dus zoek het meer bij jezelf ook. Ja, we gaan het zo even hebben over waar jouw verhaal vandaan komt. Ja, een bijzonder precies. Verhaal. Ja. Maar je had het even over de chat, dus ik denk dat is een mooi bruggetje. Dus ja. We gaan even naar Eveline. Zijn er al vragen binnen van kijkers, wellicht? Zeker. Volgens mij wil Anouk Vermilst graag dat boekje met het voorwoord van Hugo. Kijk. Die heeft namelijk al twee vragen gesteld. De eerste vraag is ook eigenlijk net al een klein beetje aan bod gekomen. Maar ik ga hem toch stellen. In het kader van omgaan met tegenslag, zegt Anouk. Hoe zou je in deze tijd verwoorden dat een contract in verband met corona niet wordt verlengd? Nou, dat is een vraag puur zang voor Ineke. Hoe kan je zorgen dat een contract in verband met corona niet wordt verlengd? Ik denk vanuit een medewerkersperspectief in dit geval. Ja, dat is, kijk, wat je als bedrijf wil, is dat je als bedrijf voor de grote groep zorgen. En wat je wil, is dat je op een hele gezonde manier deze crisis door gaat komen. Wat je niet wil, is dat je denkt, joh, we doen even dit en we zien wel hoe het gaat. En aan het einde van het jaar of vanuit de crisis, dan kom je tot de conclusie dat je zoveel geld hebt uitgegeven of dat je niet meer gegroeid bent, dat je misschien wel failliet gaat. Dat is heel heftig, dus dat wil je dus niet. Dus je bent heel erg bezig met je team om te zorgen van, hoe gaan wij zorgen dat wij de omzetdaling, want daar heeft het mee te maken, omzet of uren, in ons geval, dat de kosten in balans zijn, gelijk opgaat. En in een bedrijf zoals Young Capital, en dat geldt eigenlijk voor de hele branche, wij zijn een mensenbedrijf. Onze kosten zitten in mensen. Dat is, ook het kapitaal, hè, dus ook het positieve. De mensen zijn het kapitaal, maar het zijn ook daarin de kosten. En daar hebben we wel moeten uitleggen, we moeten gewoon een aantal contracten gewoon beëindigen, want we kunnen dat op dit moment nu niet aan. En dus we gaan dan voor de grote groep. Maar het collectief gaat even voor het individu, ja, zeg je. Ja, dat is eigenlijk wat je op dit moment aan het doen bent. En als je dan als medewerker toch in die positie zit, hè, je contract wordt wel of niet verlengd. Ja. Zijn er dan bepaalde zaken die je wellicht wel kan doen? Ik sprak bijvoorbeeld laatst met een ondernemer en die zei, waar ik nu naar kijk, is, kijk, je kan natuurlijk niet iedereen aanhouden in zo'n situatie, nee. Maar ik kijk wel heel erg naar de mensen die mee kunnen gaan in veranderingen, die dus flexibel zijn. Ja. Misschien ook wel in een functie, misschien wel in hun werkzaamheden. Ja. Is dat misschien iets waar ze... Ja, maar daar kijken wij ook naar. Kijk, we hebben bepaalde contracten niet verlengd, maar we hebben ook heel veel contracten wel verlengd. Hè. Dus we hebben daar ook absoluut naar gekeken. En dus dat is belangrijk, van wie past en wat past ook op de klanten die, waarvan wij ook denken van dat gaat ook door de komende tijd. Dus dat zijn allemaal keuzes, verschillende criteria die wij daarin gebruiken. Ja. Maar het is gewoon heel hard. Aan de andere kant proberen wij ook wel weer heel erg voor die mensen te zijn. Want wel op het moment dat het wel weer aantrekt, proberen ze ook absoluut weer als eerste te bellen. En we zijn ook natuurlijk een recruitmentorganisatie en we kijken ook naar de vacatures die we zelf krijgen om de mensen ook weer te bemiddelen voor andere banen. Ja. Dus het is heel moeilijk. Ja, dat zijn de meest verdrietige beslissingen ook. Hoe zou je daarmee omgaan, Arjen? Als je zegt, iemand komt bij je, die zegt help, mijn contract wordt wellicht niet verlengd. Ik wil hier graag blijven bij dit bedrijf. Ja. Wat zou je iemand aanraden? Ja,
is ook moeilijk, want hun leven stort op dat moment even in en ze zien even geen toekomst. Maar ja, eerlijk zijn en uitleggen waarom en ja, ook dat grotere plaatje. Ik heb zelf bij Artsen zonder Grenzen gewerkt in vluchtelingenkampen. Nou, daar zaten 100.000 mensen en er kwamen er ook wel eens één zo'n vluchteling van kan ik een beetje extra geld krijgen of kan ik wat extra eten krijgen of mijn huis lekt. Nou, en natuurlijk probeer je dat wel op te lossen, maar je keek naar het grote plaatje van nou ja, ze moeten met elkaar, moeten al die malaria-cijfers moeten naar beneden of alle huizen moeten zoveel liter water krijgen. En dat is soms moeilijk, maar leg dat dan ook goed uit. Ik denk dat communicatie is het moeilijkste, want mensen willen het vaak ook niet horen als in de problemen zitten. Of ze kunnen het even niet horen. Hou daar rekening mee. Is er nog een vraag, Evelien? Is leiderschap volgens jullie aangeboren of kun je het leren? Leiderschap, altijd leuk. Ineke. Ik denk dat je altijd veel kunt leren. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker als je de growth mindset hebt. Hè, dan heb je ook de wil om inderdaad jezelf te willen ontwikkelen. Maar het moet ook wel een beetje in je zitten, denk ik. Ja. En soms weet je dat en soms gaat een ander jou dat ook vertellen. Dus, Hoe belangrijk is die ontwikkeling? Want we hebben het natuurlijk over persoonlijk leiderschap vandaag. Hoe belangrijk is die wil om jezelf te blijven ontwikkelen? Daarin? Ja, die is essentieel. Die is echt heel erg belangrijk. Want als je jezelf niet kan ontwikkelen en niet goed voor jezelf kan zorgen in die zin, dan kan je dat ook niet voor een ander doen. He, dus dat, en dat is ook gelijk, dan kom je op het leiderschap, want dat is ook wat je wil. Je wil vanuit je leiderschap wil je anderen ook mooier en beter maken. Ja, en daar hoort ontwikkelen bij. En dat betekent ook dat je gewoon daarvoor open moet staan zelf. En als je niet open staat, omdat je zegt van, ja, weet je, ik ben zo en ik neem me maar zoals, ja, dat werkt niet. Dus je moet wel inderdaad de wil hebben om te veranderen daar waar het nodig is. We gaan het zo hebben over jouw achtergrond, ja. Maar zie jij jezelf als leider? Nou ja, soms wel. Thuis bijvoorbeeld. Hè. Voor je kinderen ben je een leider. Maar je kan ook leider zijn voor mensen die je geïnspireerd hebt. Een soort gids. Maar ik ben niet een leider van een groot bedrijf of zo. Maar, denk je dat het aangeboren is? Of dat je dat kan aanleren? Nee, ik denk allebei. Maar ik denk zeker dat je kan aanleren. Hè. Ik kan gewoon thuis kijken naar mijn middelste dochter. Nou, die is soms een beetje verlegen. En dan zeg je altijd, als je verlegen bent, dan mis je kans. Omdat je nee zegt of dat je niks durft te zeggen. Dus soms moet je even jezelf niet af laten pakken. Nou, is een boek gaan schrijven. Ja, mijn leven niet af laten pakken. En dan zie je dat ze bij de hand er wordt. En meer haar eigen plek durft in te nemen. Dus je hebt ook iemand nodig die jou daarop wijst. En ik zeg niet dat het in iedereen zit. Maar het is wel, denk ik, de bedoeling dat we het in ieder geval proberen los te maken bij mensen. We gaan even terug naar 2002, als ik niet vergis. Ja. Je werkt voor Artsen zonder Grenzen, in een kleine zijstaatje van Rusland. Ja, Rusland is onderverdeeld in heel veel republieken. Maar ik werkte in Dagestan, was daar country director eigenlijk van heel Rusland, dus dat was een hele mooie positie. Alleen het was een gevaarlijke omgeving met burgeroorlog, het einde van de burgeroorlog in Tsjetsjenië. Daar ben ik ontvoerd. 20 maanden, met veel geweld, eerst eenmaal uit de auto gehaald, kapot geslagen, half dood, in de auto gezet, pistool op mijn hoofd. Dus dat was super, super eng natuurlijk. En toen kwam ik uiteindelijk in een hokje terecht van 1,5 bij 2 onder de grond. Met allemaal bivakmutsen tegenover, met kalasjnikovs. Dus dat was ook nog eens heel spannend van wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen. We mochten elkaar niet, we konden elkaar niet. Sprak je de taal? Ja, ik sprak gelukkig wel Russisch. Ik ben zelf antropoloog, dus ik kende ook de cultuur. Mm-hmm. En daar moest ik natuurlijk ook voor mezelf gaan opstaan. Want ik was handelswaar, echt letterlijk. Ze wilden eerst 12 miljoen. Heb ik door het was een heel, heel raar gesprek. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Maar ik was gewoon benieuwd. Ik was hartstikke bang. Mijn leven hing echt aan een zijden draadje. Dus ik wilde weten, wat gaat er gebeuren? Is het een waarschuwing? Willen jullie Artsen zonder Grenzen wegjagen? Nee, willen je ontvoeren, willen 12 miljoen. Ik zeg, 12 miljoen, dat is veel te veel. Wat ben je dan waard? Ik lach er nu om, maar ik krijg zo'n heel raar gesprek over wat je waard bent. Nou, toen had ik naar 1 miljoen gezegd, dat vonden zij dan te weinig. En wilden ze 5 miljoen hebben, maar dat zijn nog steeds gigantische bedragen. Maar ik had wel in mijn achterhoofd, ik ben in ieder geval iets waard, zolang ik van waarde ben. En dus echt economisch, dan mag je blijven. Ja. Alleen, de twijfel was natuurlijk, is die waarde reëel? Willen mensen wel voor mij betalen? Het is natuurlijk heel bijzonder dat je in een situatie terechtkomt, wat mensen misschien op een heel ander niveau nu ook hebben, dat er één keer
je eigen beslissing wordt afgenomen. Ja, de controle ben je echt... ik was hem helemaal kwijt, maar nu wachten we natuurlijk ook op wat gaat Mark Rutte of wat gaat RIVM bepalen. Ga je wel of niet aan de regels houden? Ja. Soms zijn kaders hartstikke goed, maar vaak wordt het ook weer een soort blinde vlekken voor mensen. Van, je mag echt niet over die kaders heen. Ga dan alles goed maken binnen de kaders. Dat heb ik wel tijdens de ontvoering geleerd. Ik had een ruimte van 1,5 bij 2, die lijkt niks, maar daar kan je ook je huis van maken. Dat voelde zelfs op een gegeven moment als thuis. Dus ook nu, als we met elkaar allemaal opgesloten zitten, probeer dan in ieder geval daar ook weer het beste van te maken. En ga toch de kaders wel een beetje oprekken. En loop er af en toe eens even met je tenen overheen, of misschien met een hele voetstap overheen. Ik roep niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar het hoeft niet helemaal stil te gaan zitten. Waar haal je op zo'n moment, je zit daar, je weet niet hoe lang het gaat duren. Het duurt waarschijnlijk langer dan je verwacht. Ja. Hoe maak je structuur voor jezelf? Waar haal je op dat moment hoop uit? Ja, structuur was heel belangrijk voor mij. Ik ben zelf van nature niet heel erg gestructureerd, maar daar werd het heel belangrijk. Ik ben heel veel gaan sporten, heel veel oefeningen gaan doen. Allemaal in die kleine ruimte? Ja, dus opdrukken, buikspieren en dan ook de motivatie. Ik had een hele leuke, mooie vriendin. Die wordt dan hartstikke trots op mij als ik als echte vent het heb overleefd. Maar ik kom ook nog met een sixpack terug, dus dat soort dingen. Ik ging heel veel afmeten van, is het me waard? Mijn leven tot nu toe, is het waard dat ik dan nu hier in de pineut zit en misschien wel doodga? Maar ik heb altijd wel een mooi leven gehad, mooie kansen benut ook. Natuurlijk ook afgedwongen. Dus ik kon ook nog zeggen, het werk met Artsen zonder Grenzen kon ik opheffen tegen de ellende waar ik nu in zit. De eer, trots ook wel naar mezelf, maar naar mijn familie. Maar ook naar die mannen die me ontvoerden. Van ik ga niet verliezen van hun. Maar ook wel de eer en de trots om jezelf te ontwikkelen in zo'n situatie. Van, krijg ik het voor elkaar om goed contact te krijgen? Krijg ik het voor elkaar om privileges te krijgen? Dus een soort rode winners. Ja, energie was ook hartstikke gaaf om dat te voelen in je. Terwijl ik normaal ook wel een beetje ik ben ook wel heel hoe moet je dat zeggen? Gemakzuchtig. Ik vind gemakzuchtig positief hoor, maar nonchalant gemakkelijk. Maar ja, daar was het natuurlijk nooit gemakkelijk. En dan is het wel mooi om dat te ontdekken. En dat is ook een soort het ontdekken van iets. Ik denk dat dat het mooie is in leiderschap. Dat je mensen de kans geeft en dat ze mensen ook zelf hunzelf de kans geven om iets te ontdekken. Dat, je hebt natuurlijk een dergelijke ontvoering meegemaakt, gelukkig. Maar wat zijn in momenten van tegenslag, wat zijn voor jou dingen geweest waar je naar uitkijkt of wie je hebt gevolgd daarin? Voor mij is het heel belangrijk dat je in tegenslag probeert nooit alleen te redden. En, in dat geval was, ik denk dat het voor jou best wel heel lastig was. Ik heb ook contact gezocht met die mannen natuurlijk. Ja, maar ik denk, je doet het ook samen. En ik heb dat zeker... de verhalen van ons zijn zo verschillend. Hè? Als je kijkt naar ons bedrijf, de tegenslag, wat we hebben gehad en wat jij, dat is niet te vergelijken. Maar toch, we hebben elkaar opgezocht. Hè? Voor mezelf geldt het duidelijk met mijn NT en ook met de oprichters. Hè? We hebben het heel erg nauw met elkaar erover gehad. We hebben het besproken. Dat helpt, hè? Dat je het gemeenschappelijk maakt. Dat je het niet alleen gaat dragen, maar dat je het met elkaar gaat doen. En zo hebben heel veel mensen in ons bedrijf het met hun eigen teams gedaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat je gewoon weet dat je niet alleen kan. Dat je hulp daarin nodig hebt. Evelien, zijn er vragen van kijkers? Er zijn een aantal vragen van kijkers binnengekomen. Ik moet zeggen, best veel over persoonlijk leiderschap in het bedrijfsleven. Dus dat is misschien iets om te parkeren. Voor zo meteen. Ja. Groeibrein wil wel graag weten, en dat vind ik ook wel interessant, wat jullie zelf verstaan onder persoonlijk leiderschap. Even een definitietje. Oh, persoonlijk leiderschap. Arjen. Ja, dat je zelf verantwoordelijk bent voor je groei in ieder geval. En ook zelf verantwoordelijk bent voor het behalen van wat je zou willen behalen. Dat is heel kort misschien. Ja. Maar, dat is een goede vraag. Ja. Nou ja, ik denk voor mij is het dat je het bewustzijn hebt en ook de wil hebt om jezelf te leren ontdekken. Dat je weet waar je kracht ligt, maar waar ook je aandachtspunten liggen. Zodat je met die kennis jezelf in beweging kan krijgen. Dat je jezelf kan leiden. En als je dat kan, dan pas ben je ook in staat om anderen te leiden. Hè, dus dan heb je, wat ik net ook al zei, dan heb je het over leiderschap. Dus het is denk ik heel goed om hier, dit is waar je mee moet beginnen. Dit is de start. Leer jezelf kennen en leer jezelf in beweging krijgen. Ja, we gaan het zo meteen hebben over inderdaad dat persoonlijk leiderschap binnen de bedrijven. Ik wil eerst even met jullie hebben over de mindset en hoe je met de juiste mindset succes kan bereiken. Ik denk dat veel mensen in zo'n situatie als dit ook al eens het gevoel hebben inderdaad, er ligt veel buiten mijn invloed. Ja.
Hoe kan je met de juiste mindset toch zorgen dat je de invloed die je hebt weer pakt, Arjen? Nou ja, door te doen gewoon. Ik ben heel erg iemand van als je iets wil, ga het dan ook gewoon doen. Je mag tegenslag hebben, hoort bij het leven ook. Je mag verdrietig zijn, je mag pijn hebben, je mag dat voelen, je mag het ook delen zeker. Maar het moet niet gaan overheersen. En blijf ook altijd die kansen zien die er nog zijn. Of blijf gewoon de verbeteringen zien die je nog had moeten doen. Bijvoorbeeld thuis. Mijn dochter schrijft heel lelijk bijvoorbeeld. Nou, dan dacht ik, dit is een mooie tijd. Ik ga zorgen dat de meester trots wordt dat als zij terugkomt, hè, wanneer het ook afgelopen is, dat zij mooi kan schrijven. Nou, dan wordt dat een taakje van mij. Maar die had ik anders en niet gezien. En ook geen tijd voor gehad om me op te richten. Dus dan pak je weer iets waar je controle over hebt. En waar je uiteindelijk ook weer veel profijt van hebt. En dat zijn kleine dingen. We hoeven niet altijd heel groots te denken. Zoek gewoon op wat je zou willen verbeteren. En zoek ook op waar je afstand van zou willen nemen nu. Nou, en dan komen we straks allemaal herboren terug. Ik denk dat het een hele mooie tijd is om jezelf te herijken. Of misschien te restarten. Of een enorme swing aan je leven te geven. Ja, ik geloof ook dat je bent een positief mens, Ineke. Ja. Die crisis kwam, je ging gelijk in de aanval, je had plannen. Je ging er echt voor. Ja. Volgens mij kwamen ook al mensen bij jou met de vraag, Ineke, hoe doe je dat? Hoe kan je nou met zoveel onzekerheid er zo positief in staan? Ja, nou ja, dat is iets wat, het is een stukje karakter, denk ik. Hè. Dus het is altijd wel de positieve optimisme wat ik heel sterk heb. En ik wil er gewoon ook iets van maken. Aan de andere kant heb ik ook wel geleerd dat op een moment, kijk, we zijn allemaal mensen. Hè, dus wat je ook zegt, we hebben allemaal emoties, er komt van alles boven. Bij mij komt ook van alles boven. Maar het is soms ook de kunst om ook niet in emotie mee te gaan. Dus je moet je af en toe ook gewoon even aanpakken. Mm-hmm. We hadden in ons voorgesprek hadden we het erover, we noemen dat voor mannen. Hè, ja. Dat is een beetje een mannelijk woord, maar zo voel ik het soms ook. Hè, van als er bepaalde dingen zijn, dat je jezelf ook aanpakt. En jouw koor strak, kom op, dit kan niet. En als het zelf niet lukt, dan heb ik wel een man thuis die het 3 keer zo hard doet. En dus dat is eigenlijk heel belangrijk weer, dat je jezelf daarin positief houdt. Dat is heel eerlijk tegen jezelf? Ja. Is het ook hard tegen jezelf? Ja, ik ben heel hard voor mezelf. En dat is soms ook gewoon ook wel nodig. Want ik denk dat het helpt je ook. Het helpt je ook om niet in dingen mee te gaan. En het is ook een verantwoordelijkheid wat ik voel. Want als je opgesteld staat voor zo'n bedrijf, hè, we hadden 1300 medewerkers, 25.000 man voor ons aan het werk. Er gebeurt zoveel en ik voel me daar verantwoordelijk voor. Hè, dus dan vind ik ook dat je daar moet staan en dat je daar ook sterk moet zijn. En nogmaals, dat doe je niet alleen, dat doe je met mensen om je heen. Hè, dat doe je gezamenlijk, want de omgeving bepaalt ook hoe sterk je kan zijn. Dat is ook belangrijk. Is het niet iedereen heeft dat gelijk? Sommige mensen blijven wat langer erin hangen. Ik kan me ook voorstellen dat dat wat frustratie misschien geeft. Als je jezelf wel daar heel hard op zit en je ziet het om je heen gebeuren, dat mensen zich misschien wel een beetje in verdriet blijven hangen. Ja. Hoe voelt dat persoonlijk voor jou? Het persoonlijke, zeg maar, dat je dat bij anderen ziet. Ja. Nou kijk, het punt is, en ik heb ook wel eens de metafoor gebruikt, hè, als je kijkt naar de huidige situatie, het is een soort hele grote berg, een beetje een coronaberg, laat ik hem zo noemen. En misschien ben ik wel in staat met mijn team redelijk snel die berg op te klimmen. En dan sta ik bovenop die berg en dan zie ik inderdaad misschien wel weer een nieuwe berg, maar ik zie ook een prachtige vallei, ik zie de zon schijnen, ik zie een mooie lucht. En eigenlijk wil je heel hard roepen, kom nou, weet je wel, stel je zo aan, kom hier. Het is hartstikke mooi. Ja. Maar dat werkt niet. Hoe harder je schreeuwt, want elk mens is anders. Elk mens heeft een aparte persoonlijkheid en heeft een aparte situatie waar hij zich in bevindt. Dus het is ook voor mij ook een leerpunt geweest om weer stappen terug te gaan. Om weer heel langzaam terug van die berg naar beneden te gaan. En zeggen, joh, weet je, kom even één stap naar voren. Ik ga één naar beneden, we gaan het samen doen. En dat is denk ik heel belangrijk ook in het leiderschap. Dat je weet het misschien allemaal wel hoe het zou moeten en hoe het eruit ziet. Maar je wil wel een heel bedrijf meenemen. En dat is stap voor stap. En samen. Voor mannen is dat ook een... Ja, het is een wat mannelijke term. Maar we gebruiken hem maar eventjes voor lekker. Ik herken het zeker. Hoe vaak komt dit thema voorbij in jouw lezingen en webinars? Eigenlijk bijna altijd. Want... ik heb het zelf moeten doen. Mm-hmm. Maar vaak gaat een stap vooruit in je leven. Ook wel met pijn natuurlijk. Niet altijd. Hè. Soms gaat het gewoon lekker makkelijk. En dan kan je iets oppakken. Maar als het moeilijk is, dan vinden mensen het lastiger. En dan geven ze eerder op. En dan heb je juist die extra power nodig. En die kracht nodig. En
ja, dan past dat voor mannen toch wel daarin. En ik heb het ook heel vaak tegen mezelf moeten zeggen. Ik probeerde zo stabiel mogelijk te zijn in die omgeving. Maar ja, alles kon me ook uit mijn evenwicht brengen daar natuurlijk. Als ik dacht van, ja, ik ga vermoord worden. Of als er een film werd opgenomen van, je hebt nog maar 10 dagen te leven. Ja, dan kwam die dood wel heel erg dichtbij. En dan dacht ik, ja, maar ik ga toch zorgen dat ik positief blijf. Ik mag wel weer even huilen en ik mag wel even op de grond liggen. En nu ga je vermannen. Want anders ga je er helemaal aan onderdoor. En het is ook zonde van je leven. Wat had je handvaten daarvoor? Had jij daar... Ja hoor, muziek voor? In mijn hoofd afspelen. Heel veel mooie herinneringen uit mijn verleden erbij halen. De leuke vriendinnetjes van vroeger. Mooie momenten met mijn ouders. Mooie reizen. Verjaardagen vieren van vrienden, van familieleden. Maar ook gewoon uit een boek bijvoorbeeld lezen waar het een meisje ook ontvoerd was en die het nog veel slechter had dan ik. En dan denk ik, het valt nog wel mee. Ook mooie dagdromen natuurlijk over hoe gaat het er in de toekomst uitzien. Maar ook het contact maken van, yes, ik mag koken, terwijl ze in het begin dachten dat ik ze ging vergiftigen. Of, ik moest een keer boksen tegen die mannen. Nou ja, in het begin durfde ik het niet. En dan dacht ik, ja, straks slaan ze mij in elkaar of ze zijn boos als ik hun raak. Nou ja, uiteindelijk... Nou, toch maar gewoon zonder handschoenen moeten boksen. Nou ja, en dan denk je, ik kreeg een blauw oog, maar die gast ook. En dan denk je, ik heb toch zo ontvoerd, een blauw oog geslagen. En dan win je, weet je wel. En dan ben je gewoon voor jezelf even de man. En die mannelijke energie hebben we soms ook gewoon nodig. Ja, weet ik wel zeker. Ja. Evelien, hebben we mooie vragen binnengekregen over het thema mindset? Want daar praten we momenteel over. Hele mooie vragen. Ik moet kiezen. Ik vind ze allebei erg leuk. Ik doe eerst de kortste. Ja. Kun je dienen en leiden tegelijkertijd? En zo ja of nee? Heb je die voorbeelden? Ineke, dienen en leiden tegelijkertijd. Ja, dat kan. En dat is dienend leiderschap. Dat is ook iets waar ik naar streef. En wat af en toe ook heel moeilijk is. Maar wat ik wel denk dat het... het allerbelangrijkste ook is in het bedrijfsleven en ook in je persoonlijk leven. Want het heeft te maken met de bewustwording dat lijden niet om jouzelf gaat. Mm-hmm. Het gaat uiteindelijk om dat je bent verantwoordelijk voor een ander en je bent verantwoordelijk om anderen in je bedrijf beter te maken. En dus dat maakt eigenlijk dat geeft een soort vreugdegevoel ook, als je dat kan. Maar dienen is niet altijd soft. Dienen is soms ook dat je juist moet leiden en in je dienend leiderschap hele harde beslissingen moet nemen. Wat voor een ander misschien niet als dienend voelt, maar voor een bedrijf uiteindelijk wel dienend is. Waar het bedrijf beter van wordt. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als je in een team zit. En in een team, ik heb het vaak genoemd, maar omdat ik echt geloof in team, maakt het succesvol. Een van onze waarden is ook, we achieve results together. Je doet het met elkaar. Als in een team mensen zitten die niet mee willen, of die niet mee kunnen op wat voor reden, dan ben je vaak geneigd om heel erg met die mensen die niet kunnen of niet willen, om daar heel lang bij stil te staan. Geef het, moet je ingrijpen. Als het niet werkt en als het team niet gaat opbloeien, dan moet je gewoon ingrijpen op de mensen die uiteindelijk gewoon de remmers in jouw team zijn. En dan maak je harde beslissingen en zeg je, joh, het gaat gewoon niet werken. Je bent een prachtmens, je hebt een heel mooi hart, maar functioneel pas je op dit moment niet in dit bedrijf, moet je naar een ander bedrijf toe. Dat is ook leiden, waarbij je uiteindelijk niet dienend misschien voor die persoon bent, niet op dat moment, maar wel voor een team. Arjen? Ja, kan zeker allebei. En het is ook heel mooi als je kan dienen en iemand kan laten groeien bijvoorbeeld. Hè, maar de vraag is natuurlijk, ben je leidinggevende of leidingnemende? En heel veel mensen zijn stiekem leidingnemende, terwijl zij eigenlijk leidinggevende zouden moeten zijn. Ineke zegt het ook mooi, je moet iemand anders de leiding geven. Dat is ook handig, want hoef je zelf minder te doen. Maar heel veel mensen blijven het graag zelf doen of die durven het toch niet helemaal los te laten. En als je iemand laat groeien, dan ben je dienend. En soms moet je ook iemand gewoon even laten weten van, je hebt een bord voor je kop bijvoorbeeld. En het dient jou beter in je leven als je daar doorheen kan breken. Ja, ook al is dat niet altijd even evident op het moment, op het moment zelf. Nee, ja. Precies. Ja. Maar er zijn heel veel beslissingen. Hè. Denk maar aan een scheiding bijvoorbeeld. Heeft even niks met leiderschap te maken. Maar dan denk je, het is een klote periode. En is ook een klote periode. Maar heel veel mensen hebben het daarna juist wel weer beter dan in die klote tijd van dat je tegen die scheiding zit aan te hikken. Als je iemand de laan uitstuurt die niet functioneert hier en die krijgt een prachtbaan ergens anders. Nou, dan heb je hem toch geholpen. Ja. Al viel dat op het moment even niet zo, viel dat kwartje niet. Ik ben benieuwd naar de tweede mooie vraag die Evelien heeft ons klaargezet. Nou, dat gaat over leiderschap versus authenticiteit. En
Ik weet eigenlijk niet hoe ik deze gebruikersnaam uitspreek. Ik ga mijn best doen. Panky 123able. Die wil graag weten hoe jullie naar deze twee... leiderschap versus authenticiteit, daar is veel over geschreven. Net als over vertrouwen als basis. Hoe kijken jullie naar deze twee zaken in combinatie met leiderschap? Vertrouwen? Je valt wel door de mand. Als je leider bent en je bent niet authentiek en je vertelt dingen op misschien een hele mooie manier, maar je handelt er niet naar, omdat je misschien toch niet in het echt zo bent, dan val je wel door de mand, denk ik. Dus het is iets wat heel dicht bij elkaar ligt. Hoe kan je dat, dat is natuurlijk echt het handelen wat je doet als leider. Hoe zorg je ervoor, en je zit er al lange tijd, dus mensen weten wat zij je hebben. Ja. Als je misschien wat minder lang bij een organisatie bezig bent, hoe kan je zorgen dat je toch, zeker nu, snel dat vertrouwen kan pakken van de medewerkers? Ik denk dat het begint met interesse in elkaar. Kijk, op het moment, en daar komt je ook weer, je bent er voor een ander. Dus je moet ook veel van een ander weten. En dus je moet ook weten wat iemand bezighoudt en wat iemand, misschien verdriet van heeft of wat iemand graag wil. En dus interesse maakt dat je in ieder geval een relatie opbouwt en dat je die vragen stelt en dat daar ook een vertrouwen komt. En dat is denk ik ook de basis wel in leiderschap, dat je met elkaar de vertrouwelijke relaties gaat opbouwen. Hoe doe je dat tijdtechnisch? Want je hebt heel veel medewerkers die met jou in dit bedrijf bouwen. Ja. Je hebt toch het opperhoofd wat bovenaan die berg als eerste staat. Hoe zorg je ervoor dat je wel daar tijd voor maakt? Want die band opbouwen, dat is nogal een werk. Ja, dat is heel lastig. En het liefst zou ik, en dat zeg ik ook wel tegen iedereen persoonlijk ook ontmoeten, maar dat kon in het begin ook, maar dat lukt me niet meer. Maar wat ik wel doe is, juist in deze tijd vind ik die communicatie en contact heel belangrijk. Nou, fysiek is inderdaad nu wat lastiger. Maar wat ik gewoon echt heel veel doe is, we hebben allemaal webinars natuurlijk, maar ook heel veel hangout meetings, zoals ze dat bij ons noemen. En dan probeer ik ook bij heel veel management overleggen ook gewoon aanwezig te zijn. Hè. Dus dan probeer ik ook gewoon vragen van iedereen te beantwoorden. Van waar liggen mensen wakker van? En wat houdt ze bezig? Hebben ze feedback voor mij? Hè, kan ik misschien het bedrijf beter leiden? Waar moet ik op letten? Dat zijn allemaal gesprekken die ik wel gewoon voer in alle verschillende overleggen. Van alle labels binnen Young Capital. Dus dat zijn, dat is iets waar ik heel veel, ik hoor heel veel en ik krijg, en daar leer ik van. En aan de andere kant leren ze ook weer van mij, hè, als ik weer dingen teruggeef. Dus dat zijn kleine voorbeelden die in deze tijd heel mooi kunnen. Vraag ze ook wel aan jou, van Ineke, hoe gaat het met je? Ja hoor, gelukkig wel. Ik kan me voorstellen dat het soms ook wel een eenzijdig gesprek is. Als je dan met haar ondergeschikte klinkt zo. Ik ben wars van hiërarchie, dus dat sowieso vind ik heel, heel belangrijk dat we gewoon elkaar gewoon opzoeken en dat ook gewoon kan. En dus ik vind dat zeker wordt die vraag gesteld, dus dat is gewoon heel fijn dat het kan. Ja. Vertrouwen werd net even genoemd. Dat heeft natuurlijk niet alleen binnen bedrijven, maar ook binnen het gezin, tussen collega's. Is dat belangrijk? Hoe kan je vertrouwen opbouwen tussen mensen? Dat is jou natuurlijk ook in een hele korte tijd moeten lukken. Ik had daar wat meer tijd voor natuurlijk. In het begin denk ik dat het gewoon eerlijkheid of in ieder geval aan afspraken houden. Dat helpt al, want je kent elkaar niet. Stel we hebben een afspraak en je schendt hem. Dan vertrouw ik jou nog minder dan dat ik jou bij het begin deed bijvoorbeeld. En mensen ook wel gewoon vragen zich aan de afspraken te houden. Daar begint het mee. En het kan vaak hele kleine dingen zitten. Ja hoor, dat kan gewoon. Even bijvoorbeeld over die ontvoering. Ik vertrouwde die gasten niet, zij vertrouwden mij ook niet. Zij dachten dat ik een spion was en dat ik heel sterk was en heel goed met wapens kon omgaan. En ik had gezegd, nee, dat ben ik niet. Dat geloven ze niet natuurlijk. Dus die wapens bleven altijd heel spastisch bleven ze met die wapens omgaan. Nou, op een gegeven moment lag er een wapen in de doucheruimte. Nou, dat was super gaaf. Ik denk, ik ga ze allemaal kapot schieten. Ik had nog nooit een pistool vastgehouden en ik wist niet hoe het werkte. En toen heb ik op de deur geklopt van, jongens, pak even dat pistool terug. Dat scoorde wel natuurlijk op de vertrouwensladder. Maar ook wel gewoon hun vragen. Ik mocht bijvoorbeeld, ik had afgedwongen 2 keer per dag mijn tanden te poetsen. Dus soms sloeg ze dat over. Zei ik, hey jongens, we hebben het afgesproken. Ik heb niet de regels verzonnen. En zo kan je dus iemand leren vertrouwen. Je kan werken aan vertrouwen. Maar als je niet durft te zeggen tegen iemand, geen feedback te geven, dan voelt die ander ook niet dat hij niet vertrouwd wordt. En het goede voorbeeld geven. En soms even verrassen met nog iets
extra's leuk, zeg maar. Om, als je mensen verrast met iets positiefs, dan groeit het vertrouwen ook heel erg snel. Heb ik geleerd. We gaan het zo hebben over inderdaad persoonlijk leiderschap binnen bedrijven. Ik dacht, misschien is het leuk om nog even één vraag over de mindset van succes te hebben als die zijn binnengekomen. Ja, Marcel van Dortmund die wil weten, hoe kom je erachter waar je kwaliteiten liggen om persoonlijk leiderschap te leren? Hoe kom je erachter waar je kwaliteiten liggen? Je hebt veel mensen, je zit in de recruitment, dus je moet weten waar kwaliteiten van mensen liggen. Hiervoor bij Adecco, nu bij Young Capital. Hoe kom je daarachter? Nou, veel trial and error. Ja, ik denk het wel. Veel fast, learn fast, improve fast. Ik denk dat het daar gewoon bij begint. En ook niet bang zijn om fouten te maken. Ja, dus dat heb ik ook gedaan. Ik maak ze nog steeds. Dus, als ik er achteraf maar om kan lachen, dat is altijd wel heel belangrijk. Maar het is... Heb je een voorbeeld? Ja, kijk... Waar ben je niet goed in? Ik ben iemand die heel veel vertrouwen in mensen heeft. Hè, dus op het moment dat we afspraken maken, verwacht ik dat die afspraken nagekomen worden. Ik heb een bloedhekel aan controleren. Ik vind dat ook iets is wat je gewoon van mensen mag verwachten. Afspraak is afspraak. Maar daar gaat niet iedereen zo mee om. Dus dat zijn ook wel dingen waar ik wel achter gekomen ben. Dat ik denk van verdikke man, heb ik toch te veel vertrouwen in een bepaald persoon gehad. En dan had ik toch even beter moeten controleren. Maar ik wil ook voorkomen dat door één fout die misschien bij een aantal mensen is gebeurd. Dat je dat hele bedrijf voor iedereen heel angstvallig gaat benaderen. Dus het is elke keer weer opnieuw mensen leren kennen. En kijken van hoe ver je kan gaan. Ja, en vooral die negatieve dingen blijven natuurlijk vaak hangen. Dat 99% zich wel aan die afspraken houdt. Ja, precies. Dat valt dan even in het niet. Ja, dat klopt. Dus hoe zorg je ervoor dat je daar scherp op blijft? Want als iemand weer dat schaadt, dan raak je misschien wel even gefrustreerd. Ook. Ja, maar dan moet je dus wel duidelijke afspraken over maken. Zeg, joh, dit is me nu gebeurd, dit gaat me niet de volgende keer gebeuren. En wat gaan wij er samen aan doen en wat gaan wij nu met elkaar afspreken dat dit nu voor een keer beter gaat. En dat hoort er wel bij. Dus je moet niet dingen van maar laten. Van joh, nou één keer gebeurt en dan hoop ik dat het goed. Ik word wel veel scherper op heel veel dingen. En ondertussen ben ik ook wel, ik zie heel veel dingen gebeuren. En wat ik zeg, ik heb een hekel aan controleren. Maar ondertussen weet ik heel veel dingen. Maar soms ben ik wat minder, laat ik het niet altijd blijken dat ik alles weet. Dus... Dan laat ik het ook wel even over aan iemand anders. Van joh, kom je gewoon afspraak na die we hebben gemaakt met elkaar. Dus En ik leer trouwens ook heel veel ook van fouten van anderen. Hè. Dat is ook altijd mooie. Fouten die anderen hebben gemaakt ook in het verleden. Ja, dat is voor mij altijd iets geweest dat gaat mij gewoon niet gebeuren. Heb je een voorbeeld misschien? Nou, ik denk wel. De manier waarop je met anderen omgaat. Ik geloof heel sterk in wie goed doet en wie goed ontmoet. Dus voor mij is het heel belangrijk om het goede gewoon te doen. En sommige mensen die hebben een bepaalde houding, hoe ze met mensen bejegenen, de manier van communiceren. Sommige vrouwen hebben wel eens een beetje dat bitcherige, zeg maar, ja, daar wil ik ver van weg blijven, want dat slaat gewoon echt nergens op. Je bereikt er ook helemaal niks mee. Je bouwt geen relaties op, je geeft mensen geen groei. Dat zijn wel dingen waar ik wel van geleerd heb. Zo wil ik gewoon niet worden. Nou, ook op de vraag die net geweest is, ik denk dat het ook goed is om te kijken van wie wil je als mens zijn? En probeer daar ook naar te leven. Arjen? Ja, en die zelfreflectie. Het begint natuurlijk met zelfreflectie. Als jij denkt dat je al fantastisch bent, nou, dan heb je natuurlijk minder de neiging om te groeien dan als je denkt, nou, er valt nog wel wat aan bij te schaven. Mm-hmm. En aan de andere kant, als je denkt, ja, ik moet altijd authentiek zijn en altijd dicht bij mezelf blijven, dat kan ook weer een drempel zijn om maar in beweging te komen. Maar zei dat ook in de voorbereiding. Als iedereen jou een lul vindt, dan is het toch misschien wel handig om naar jezelf te kijken om je een beetje een andere houding te geven. Maar hoe is die balans? Want heel vaak hoor je mensen zeggen dat, ja, ik wil vooral mezelf zijn, lekker authentiek. Ik denk dat je een x-aantal principes moet hebben waar je echt niet aan toornt. Ik heb natuurlijk wel bij die ontvoerder ook wel veel geleerd. Ik wil niet alleen daarover praten. Maar op een gegeven moment vroegen ze, ken ik homo's? Ik ken wel een paar homo's, maar het waren allemaal radicale moslims. En dat was in dag 2, dus ik kende ze niet. Allemaal kalasjnikovs op me gewezen. Nou, heb je dan ook homo-vrienden? Ging nog even nadenken. Wat is hier het sociaal wenselijke antwoord? Ja. Want ik ken ze niet. En zo'n vinger aan zo'n trigger. Die ken ik allemaal niet. Dus ik verraadde, één vriend van mij die is homo. Dus ik verraadde hem, maar ik verraadde ook mezelf. Dus dat,
Nou, sommige mensen doen dat constant. Hè. Die gaan woekerpolis verkopen of die gaan babymelk verkopen als beter dan borstmelk. Nou ja, dat doen ze. Maar ik zat daarmee. En toen vroeg ze ook nog eens, wil je moslim worden? En dat was voor mij echt de grens. Van, nee, ik heb mezelf al verraden. Ik ga niet onder druk een andere religie aannemen. Dus toen heb ik gezegd, nee, dat doe je niet. Want ik ben christelijk opgevoed. Nou ja, het was wel spannend. Maar het gaf ook wel heel veel respect. Ze zei, wauw, dat je dat durft te zeggen. Nou, we gaan netjes met je om als je christelijk bent. Dus dat zijn van die dingen. Maar bijvoorbeeld zingen. Ik ben een theatertour gaan doen. Nou ja, dan moest ik ook zingen. Want ik ging met ontvoering een beetje nadoen. En muziek was heel erg belangrijk voor mij geworden. En ik ging heel vaak oerend hard zingen van normaal. En zo vaak dat die ontvoerders zelfs oehoe oehoe mee gingen doen. Dus het verbroederde, zeg maar. Nou ja, maar dan moet je in een theater, en soms zitten er wel 500 man, dan moet je opeens gaan zingen. Nou ja, en ik was dat aan het vertellen tijdens een lezing voor mensen die bij het UWV zaten. Ik zeg, nou ja, vind het een beetje tegenaan te hikken dat ik straks in het theater oerend hard moet gaan zingen. Toen stond er wijzijns op die zegt, je kan toch nu alvast voor ons even oerend hard zingen? Ik denk, ja, fuck, heb ik helemaal geen zin in, want dat is hartstikke eng. Maar ja, ik ben juist dan een spreker van, je moet af en toe eens even iets anders doen dan dat je normaal doet. Nou, dan ben ik toch maar gaan zingen. Nou, en dan denk je, ja, ik heb weer iets bereikt, weet je wel. Of ik heb mezelf weer eventjes niet authentiek gedragen. Want als ik de authentieke verlegen Arjen zou zijn, ja, dan zou ik niet voor een zaal gaan zingen. Dus soms kan je authenticiteit, of je zogenaamde authenticiteit, ook in de weg zitten. Hè? Verlegenheid bijvoorbeeld. Ja, je kan zeggen, ik ben altijd verlegen. Nou ja. Is dat dan handig? Of ik ben altijd brutaal, is dat dan handig? Of ik ben altijd Haantje de Voorste? Nou ja, nee, het is niet altijd handig, je eerste authenticiteit. Alleen is dat erg als je dan niet meer altijd Haantje de Voorste bent. Hè? Dus dat afwegen van wanneer geef ik mijn authenticiteit op, of je zelf bedachte authenticiteit. Zet ik mijn petje op, ik moet altijd een petje op. Nou ja, dan krijg je geen baan met solliciteren. Maar het is ook wel heel lullig als jouw authenticiteit van jezelf in één petje zit bijvoorbeeld. Of in één schoen, of weet ik veel. Dus denk daar in ieder geval over na. Ja, een beetje lang antwoord. Ja, mooi. Maar ja. En Ineke, hoe kijk jij daarnaar? Van die, je hebt bepaalde waardes, die, daar moet je niet aan tornen. Bepaalde dingen kan je verbeteren. Hoe moet je die balans maken daarin, denk je? Ik, wat ik net zei, ik denk dat het heel belangrijk is om bewust te zijn van wie je bent en hoe je in het leven wil staan. Kijk, voor mij is het heel belangrijk, geloof is voor mij ook belangrijk. Hè? Dus dat is ook een houvast en ook een vertrouwen voor mij. Daar horen ook waardes bij. En ik probeer er heel dichtbij te blijven ook. Hè? Dus dat zijn ook keuzes die je ook daarin bewust maakt. En ik ga er ook wel eens flink de mis mee in, hoor. Dus ik ben ook niet heiliger dan dat. Maar het zijn wel dingen die me iedere keer weer terugzetten. Van, hey, joh, bouwstenen misschien. Zeg ik dat zo goed? Ja. Zou je het kunnen noemen, ja. Maar ook, dus dat werkt ook door in het zakelijke leven eigenlijk? Zeker, ja. Ja, wel heel belangrijk. Zeker ook omdat je, nou ja, wat, je hebt, wat ik al gezegd, je hebt een grote verantwoordelijkheid voor iedereen. En dit bedrijf, maar ook voor mensen. Ik bedoel, het is, de mens is zo waardevol. En je kan zoveel betekenen voor een ander. En zeker in deze tijd waar je zoveel verschillende gedragingen ook ziet. Wat ook best moeilijk is, hè? Want een van de moeilijke dingen op dit moment die ik ook wel vind, is het managen van sentiment. Hè? Omdat je natuurlijk, wat ik ook al zei met een metafoor van die berg, je hebt natuurlijk hele sterke mensen, je hebt dominante mensen, je hebt hele bange mensen, angstige mensen, verdrietige mensen, blije mensen. Ja, dat heb je ook in een groot bedrijf. Dus hoe manage je dat uiteindelijk? En dat is voor mij ook wel heel belangrijk om ook dicht daarbij te zijn en ook gewoon met respectvol overal mee om te gaan. Ja, het geloof, hè, dat zijn voor veel mensen is dan een soort toch echt een houvast. Je bent ook christelijk opgevoed, net zei het al. En dat heeft je ook geholpen toen in bij die ontvoering, vertelde je. Ja, ik ben niet heel erg gelovig, maar ik ben wel heel altijd blij dat ik die het geloof heb meegekregen. En mij hielp het heel erg met en contact maken met de islamitische rebellen, want die respecteerden me daardoor meer. Maar ik kon ook verhalen uitwisselen over de Koran en over de Bijbel. Maar ook gewoon in mijn leven. Ik had bijvoorbeeld, de eerste dag dat ik daar kwam, had ik gevraagd of ze mijn haar wilden afscheren. Toen had ik nog haar. En dat ging maar groeien. En in de Bijbel heb je een verhaal over Samson of Simson. Die is heel sterk, want die heeft zijn haar nooit geknipt en die drinkt geen alcohol. Dat was even heel simpel het verhaal. En hij was dan een superleider geworden van het Joodse volk.
En ik dacht, nou ja, misschien heb ik ook wel kracht, want ik voelde me best wel krachtig bij Tijd en Wijlen. Omdat ik geen alcohol drink, want ik kreeg natuurlijk geen alcohol van hun. En omdat mijn haar weer lang wordt. En ik wilde het ook wel weer knippen, maar dan gaat het toch door je heen van, nee, mijn kracht zit in mijn haar en ik hou het nog even wat langer. En dat, zo geeft dat dan ook een symbolische waarde, of niet eens symbolisch, dat gaf gewoon ook kracht. En dan kan zo'n bijbelverhaal toch ook kracht geven. Dus dat, ik ben altijd heel erg blij en ik denk, ja, dat gewoon als mensen weet hebben van godsdienst, je hoeft niet te geloven, maar je kan wel nieuwsgierig zijn naar de Bijbel of naar de Koran of naar hindoeïsme. Zodat je in ieder geval weet hoe je mensen, ja, jij zei dat net, verbinden met mensen is toch heel belangrijk. En empathie hebben voor elkaar en belangstelling hebben, echte nieuwsgierigheid. Nou, ik ben antropoloog, dus mij heeft het heel erg geholpen om nieuwsgierig naar die mannen te zijn. Van waarvoor word je rebel, waarvoor is die islam zo belangrijk voor je? Maar ik kon hun ook bijvoorbeeld terechtwijzen als ze zich niet gedroegen naar hun cultuur. Dus dat hielp ook, waardoor ik mijn positie ook kon verbeteren. En dat zeg je eigenlijk ook, hè. Als leider moet je natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. En dat is gewoon super belangrijk. En als je dat niet doet, dan word je veel sneller ongeloofwaardig. Ja. Evelien, vragen van kijkers. Gezien de tijd, we hebben nog een kwartiertje te gaan, is het goed als ik al wat vragen van topic 3 stel? Dat gaat over persoonlijk leiderschap in het bedrijfsleven. Zeker, we gaan er razendsnel doorheen natuurlijk. Heel goed. Op een kwartier. Dan vraagt Anouk, heb je tips om ervoor te zorgen dat mensen in mijn team ook succes als mindset aannemen? Mensen in mijn team ook succes. Ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? Je hebt persoonlijk leiderschap voor jezelf, maar het is ook een als leider een verantwoordelijkheid om het door te geven. Hoe organiseer je dat? Nou ja, kijk, mindset, misschien moet ik het even specificeren naar growth mindset bijvoorbeeld. Hè. In ons bedrijf zijn we erachter gekomen dat wat we met elkaar gemeen hebben is de DNA, de growth mindset. De fixed mindset en de growth mindset. Ja. Misschien moet je het even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Nee, de growth mindset is inderdaad dat je echt altijd gelooft dat ook wel alles gewoon mogelijk is. Dat je gelooft in groei, dat je gelooft hebt in verandering. En mensen met een fixed mindset die denken van ja, weet je, het is goed genoeg. En waarom zou ik het veranderen? Ik heb het altijd zo gedaan. Dus wij vinden het altijd heel erg leuk om juist het onmogelijke te doen. En dat kan je hebben van nature, maar je kan het ook aanwakkeren. Dus zeker als je in een team zit, zeg maar, waar je mensen mee wil nemen in een succes, dan is gedrag en je enthousiasme en kom op jongens, we gaan het gewoon doen met elkaar en een weddenschapje, weet je, dit soort dingen, dat werkt enorm leuk in teamverband. En dat moet je vooral doen. Ik denk dat het enthousiasme moet je al, niet alleen als leider, maar gewoon als vind ik als individu, gewoon standaard uitstralen. Per se positiviteit. Want dan wordt het werk ook gewoon veel leuker. En het samen zijn wordt ook veel leuker. Hoe kan je eraan werken aan zo'n growth mindset, Arjen? Hoe zorg je ervoor? Want sommigen zitten inderdaad... De vertrouwen geven, dat mensen ook mogen falen. Ja. Dat de reis naar het succes ook gewoon onwijs leuk is. En je weet nooit zeker of het resultaat gehaald wordt, maar je kan wel zorgen dat de weg ernaartoe gewoon ook interessant is en uitdagend. En eigenaarschap, dus dat iedereen ook wel echt een rol heeft daarin. Hoe meer jij je autonomie en verbondenheid hebt met je doel, hoe interessanter het wordt om daar ook een bijdrage aan te geven. Ja, dat is echt heel belangrijk, het eigenaarschap wat je noemt. Je verantwoordelijk zijn voor de dingen die je doet en ook in teamverband. Ja. En dat zien mensen ook, daar letten mensen ook gewoon op. Dus dat maakt ook dat een team verstevigd wordt. En in hoeverre moet je dan team ergens eigenaar van laten worden? En hoeverre moet je het individu daarin eigenaar laten worden van iets? Ik denk dat... Ik heb altijd geleerd, als er meer dan één iemand eigenaar van een probleem is, dan is niemand het. Nee, dat klopt. Kijk, je hebt natuurlijk bepaalde taken. Dus je moet wel heel duidelijk zijn wat je van mensen verwacht. Hè? Dus dat begint het ook. Duidelijkheid, wat verwacht ik van jou? En dat kunnen KPI's zijn of bepaalde opdrachten zijn of een output zijn. Dat kan van alles zijn. Het hangt van het type werken of wat je doet. Dus sommige mensen werken niet in teams, die werken individualistisch. Maar als je zo in een team werkt, dan heb je bepaalde taken per persoon die uiteindelijk tot een teamresultaat werken. En dan is het wel belangrijk, als jij niet in staat bent om je resultaat te halen, dat je inderdaad, dat het team het wel doet. En het team let dan wel op je. Dus als team kan je wel zeggen, je kan schelden. Of je zegt, joh, we gaan je helpen om je mee te krijgen. En de volgende keer zeg je, ik ga jou helpen om het weer te halen. Dus je doet het echt, dat het samen zijn is zo belangrijk. Ja, en het samen laten doen. En het laten shinen ook. Hè? Want vaak gaat dan de leider ermee. Hè? Ik heb het geregeld. Nee. Maar wees dankbaar ook naar
naar je teamleden voor wat ze gedaan hebben. Ja, ja. En geef ze ook dat podium dan. En dat is misschien ook wat dat dienend leiderschap waar je het over had. Dat je jezelf soms even moet wegcijferen om iemand anders het podium te geven. Ja, zeker. Ja. Want succesvol zijn doe je niet in je eentje. Dat doe je altijd met mensen om je heen. En waarschijnlijk doe je dat met mensen die veel beter zijn dan jezelf. En dat zie je ook in ons bedrijf, zie je ook in mijn team. Er zitten mensen die gewoon capaciteit en expertise hebben waar ik niet tegenop kan. En dus dat is alleen maar leuk. Ik ben dolblij dat ik ze erbij heb. En ik zou nog meer van dat soort mensen willen hebben die beter zijn dan ik. En dat maakt gewoon dat je samen succesvol bent. En daar ben ik ook niet bang voor. Ik vind het alleen maar mooi voor een bedrijf dat het gewoon kan. Maar dat is wel interessant, hè? Want je hebt ook leiders die zich juist expres met slechtere mensen omringen. Ja, ja, dat is slecht leiderschap. Maar dan zijn ze wel altijd de beste. Maar dat is vaak fixed ook. Maar die zijn bang om ontdekt te worden. Ja. Die hebben misschien hun hele leven gehoord van, joh, jij bent fantastisch. En misschien wel cum laude afgestudeerd. En altijd in geloof. Dan merk je gewoon dat ze uiteindelijk gewoon heel erg moeilijk vinden om zichzelf bloot te geven. En ik vind het ook heel belangrijk. Ik doe af en toe ook, wat ik al zei, ook wel domme dingen. En dan zeg ik ook, joh, had ik gewoon niet moeten doen, sorry. En dan moet je ook maar, die kwetsbaarheid, dan moet je ook gewoon kunnen zeggen. En dan is het ook gewoon goed. En dan doe je ook niet mooier voor dan je misschien bent. Ja, je moet toch dingen laten doen door mensen die daar het beste in zijn. Ja. Ja, dat is heel... Helemaal mee eens. Evelien. Nog wel wat meer vragen hoor. Er werd al aan het begin gevraagd, hoe is het eigenlijk met die cultuur bij Young Capital? Ineke heeft het al gehad over niet bang zijn om fouten te maken. Er wordt hier gevraagd, welk middel gebruiken wij hier om gesprekken te voeren die misschien moeilijk zijn om mensen te helpen groeien? En hoe creëer je dan als leidinggevende een veilige omgeving voor dat soort gesprekken? Ja, wat voor cultuur moet je ervoor creëren? Creëren. Ja, vaak is, ik weet niet of je dat kan creëren. Je moet ergens bij beginnen, hè? Dat maakt niet uit. Ik pak even het voorbeeld voor een willekeurig bedrijf. Als vertrouwen geven, en dan moet je over praten met elkaar. En je moet het ook waarmaken. Mm-hmm. En dus daar kom je achter na één gesprek. Dus op het moment dat je een gesprek met iets hebt en dat alles wat besproken is binnen 5 minuten in de grote wereld. Ja, dan is daar geen vertrouwen geweest en daar is geen veiligheid geweest. Mm-hmm. En dat moet eigenlijk opbouwen ook. Dus Ik weet niet specifiek wat ik daar verder nog over moet zeggen. Maar dat is misschien een voorbeeld van, mensen zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar hoe dat hier bij Young Capital is geregeld. Wat zijn bijvoorbeeld, want jullie werken veel aan de cultuurwaarden die iedereen hier bindt. Wat voor facetten neem je mensen op aan bijvoorbeeld? Waar let je dan op? Voor ons is het, kijk, je hebt natuurlijk verschillende profielen in ons bedrijf. 70-80% zit in de operatie. Dan zijn mensen die bezig zijn met sales en met werving en selectie. Hè? Dus dat zijn mensen die empathisch zijn, mensen die energiek zijn, mensen die inderdaad nieuwsgierig zijn naar anderen en ook echt die interesse hebben in anderen. En ook de wil hebben om te zorgen dat mensen ook gewoon een hele mooie baan ergens krijgen. Maar ook mensen willen begeleiden of ontwikkelen, want Young Capital wordt steeds meer een ontwikkelbedrijf. Ja, dan moet je daar wel bepaalde karaktertrekken en capaciteiten voor hebben, ook omdat niet alleen te kunnen, maar ook om te willen en ook van te genieten. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Evelien, heb ik nog één vraag hierover? Dan gaan we daarna door naar het laatste onderdeel. Ja, even een hele goede uitzoeken. Van jezelf worden. Ja, heel goed. Ik ga even de eentje uitzoeken. Hoe zorg je dat mensen die je organisatie verlaten, waarschijnlijk door de coronacrisis, positief zijn over je? Want mogelijk heb je ze over een jaar weer nodig. Ja, hoe zorg je ervoor dus dat je op een goede manier afscheid neemt? Want zo'n boodschap kan hard overkomen. Je zult dan in eerste instantie niet zo blij mee zijn. Hoe zorg je ervoor dat je mensen op een prettige manier afscheid van neemt? Ja, dat is altijd heel moeilijk. Ik heb... Wat heel belangrijk is wat we eerder hebben gezegd, is dat je heel eerlijk bent over de reden. Mm-hmm. Je het gewoon zegt, dit is het. En de boodschapper of de ontvanger kan dat niet als prettig ervaren. Die kan er niet mee eens zijn. Dus het is heel erg lastig over de definitie en over hoe iemand dat ervaart. Maar je probeert altijd gewoon heel eerlijk te zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat ik zelf ook heb gedaan, is heel veel mensen die zelf ook vertrokken zijn, heb ik na de hand ook nog een mailtje gestuurd. Van, joh, ik vind het ook echt heel verdrietig wat er gebeurd is. En ik hoop dat we op enig moment elkaar weer mogen ontmoeten of dat onze wegen gaan kruisen. En ik heb ook wel heel veel reactie gehad, ook persoonlijk van mensen die zeiden, ja, ik heb even jouw mail 6 weken laten liggen, want ik was echt heel boos op je. Ja. Maar nu snap ik ook weer iets. Dus ik denk wel dat het belangrijk is van, blijf die eerlijk, blijf het gewoon zeggen waarom het gewoon ook moet. Hou het contact ook plezierig. Onze mensen van corporate recruitment houden ook contact met alle mensen
mensen die weggegaan zijn. Mm-hmm. Dus dat is wel het meest belangrijke. We proberen vanuit onze kant het contact gewoon te houden. En het is aan degene zelf om uiteindelijk te beslissen hoe hij zijn leven verder gaat invullen. En als hij mag terugkomen, heel graag. En als hij dat ons niet wil doen, dan mag dat ook. Hè. Is ook goed. En mensen die, waar afscheid van wordt genomen, je dat soort... Nou, het wordt wel slecht nieuwsgesprekken genoemd, maar soms is het in de long run gewoon een goed nieuwsgesprek natuurlijk. Ja. Die willen ook nog wel eens gaan onderhandelen of die willen gaan discussiëren daarover. Ja. Hoe moet je daarmee omgaan? Dus je geeft de reden aan en mensen gaan daarover in discussie over de reden. Ja, weet je, dan heb je daar een gesprek over. Alleen soms ga je er ook gewoon niet uitkomen. Dan is het ook gewoon, dan is het zoals het is. Ja. En dat is de harde boodschap die je en het eerlijke antwoord wat je geeft. Het is niet anders. En ik moet je laten gaan. Punt. Ja. Mag ik een vraag stellen? Doe jij mensen bijvoorbeeld die het nu moeilijker hebben thuis of hoe dan ook, maar die nog wel in dienst zijn, geven die dan ook extra ondersteuning? Dat je laat zien, we zijn er nu voor jullie door, ja, weet ik veel, een cursus aan te bieden van hoe ga je om met weerbaarheid of ja hoor, we hebben ook vanuit ons people development geven we ook diverse trainingen. Dat doen we ook allemaal wel nu allemaal digitaal. En dus we laten dat ook gewoon doorgaan. Dus dat is ook wel gewoon belangrijk. Hè? Dat je ook weer bepaalde zaken meegeeft. En we hebben ook een bepaald online module ook, waar we gebruik van kunnen maken. Dus ook mensen kunnen daar, dat is een optie. Maar heel veel mensen hebben in deze tijd dat ze bij ons gewerkt hebben ook al heel veel trainingen gehad. Ja. Maar dat je een extra zorgzaam bent. Ja, voel je wel eens extra zorgzaam? Ja, we proberen het. Maar ik denk dat de zorgzaamheid ook van ons met name ook in dat telefoontje zit. En even die aandacht. Hoe is het met je? Het is een week, 2 weken verder. Ik wou toch even horen hoe het gaat. En dat ligt niet alleen bij corporate recruitment of people development. Dat geldt ook voor je als manager op een afdeling of als collega die je hebt laten gaan. Hè. Dus dat is ook iets gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat te doen. Ja. Afscheid nemen van elkaar. Hoe heb je afscheid genomen van je ontvoerders? Ja, er waren er 13 en met een x-aantal had ik wel goed contact opgebouwd. Dus met hun baas heb ik even omhelst, met zo'n Russisch als een beer, zeg maar. En hij zei van, ik heb nog geen geld voor je gehad, maar ik hoop dat je snel vrijkomt. En ik heb tegen hem gezegd, ik hoop dat je snel sterft. Want hij wilde natuurlijk martelaar worden, dus het was geen boze wens, maar gewoon een nette wens. Hij zei, misschien kom ik je ooit nog een keer tegen en dan krijg je een gedeelte van het losgeld terug. Want ik heb je wel leren waarderen. En zijn laatste woorden, toen heeft hij hem in de kofferbak gelegd, was super eng. Want ik wist, ik was 20 maanden bij hun geweest. En zij zeiden, je gaat nu naar een nieuwe groep. Dus ik wist niet waar ik uit zou komen. En toen zei hij, voel je niet beledigd, het is een hele grote kofferbak. Dus dat waren echt zijn allerlaatste woorden. En het was ook een hele grote kofferbak, maar het zat natuurlijk niet lekker. Ik wist niet waar ik naartoe ging. Ik mocht niks meenemen. Het kon ook mijn ritje naar de dood zijn. Dus misschien een gekke vraag, maar mis je ze wel eens? Je hebt toch een band opgebouwd? Voor nee, missen niet, maar wel nieuwsgierigheid van waarvoor moest het zo lang duren? Hoe zou je met elkaar omgaan als je op gelijke hoogte bent, als er geen hiërarchie is? Heb ik hun ook kunnen beïnvloeden in hun geloof, in hun gedrag? Drinken ze wel een biertje nu in plaats van alleen maar thee? Want ik heb hun ook geprobeerd natuurlijk mijn wereldvisie mee te geven. Zij hebben hun wereldvisie op mij proberen in te planten. En dat is natuurlijk wel interessant, van heb ik ook iets achtergelaten bij hun? Maar de kans is klein. We hebben nog maar een paar minuten de tijd. Ik wil eigenlijk die besteden en we wilden het gaan hebben over de beste versie van jezelf. Dus ik wilde eigenlijk nemen voor vragen van jou, de kijker. Evelien, heb je misschien een paar vragen over dat thema? Hoe word je nou de beste versie van jezelf? Nog geen vragen hierover binnengekomen. Dan heb ik er wel één. En dan kunnen we de laatste minuten bewaren daarvoor. Want ik denk dat de meest cruciale vraag is bij de beste versie van jezelf worden, is jezelf blijven ontwikkelen. En ik was zo benieuwd, wat doe jij daaraan om jezelf te blijven ontwikkelen, Ineke? Best wel veel. Dus wat ik heel belangrijk vind is dat je ik heb veel seminars ook gevolgd de laatste tijd. Ik vind het gewoon leuk om visies van andere mensen te horen. Wat voor seminars zijn dat dan? Ook wel seminars over bepaalde onderwerpen over politieke onderwerpen of over onderwerpen waar gaat de technologie naartoe, zeg maar. Maar ik vind het vooral belangrijk om daar zelf een mening over te hebben. Dus niet alles klakkeloos aannemen of iedereen klakkeloos te citeren. Want doen heel veel mensen, ik heb dit gehoord en dit. Ik vind het ook mooi om daar zelf een eigen verhaal van te maken. Je moet er zelf over nadenken. Dat ontwikkel je zelf ook. Hè. Dus die tijd moet je ook gewoon nemen. Dus ik vind dat heel erg belangrijk. Ik vind het heel erg belangrijk om continu feedback te vragen.
Maakt niet uit of je nou een leidinggevende bent, of ik aan de oprichters vraag, of dat ik aan een iemand in het bedrijf. Ik vind dat is ook heel belangrijk, omdat of aan mijn kinderen, die zijn, dat is de hardste feedback, moet ik ook zeggen. Ja. Maar daar word je scherp van. En dan blijf je ook ver weg van hoogmoed en dan blijf je ook gewoon, gewoon scherp op alles. Arjen, hoe ontwikkel jij jezelf? Ja, nou, voornamelijk ook en door cursussen volgen of webinars volgen. Of bijvoorbeeld nu, ik ben met Spaans cursus bezig, maar ook heel veel door doen. Bijvoorbeeld, nou ja, ik ben heel erg gaan klussen. Ik ben nu ook een volleerd, hoe noem je dat? Een plumber, een grootsteenmaker. Ja, loodgieter geworden. Nou, daar was ik vroeger hartstikke bang voor om dingen aan elkaar te maken en te plakken. Zeg maar vrouw altijd, ja, wat heb je daarin? Je had beter iets hogers kunnen doen. Ik zei, nee, is toch hartstikke leuk dat je dat kan doen? En daar word ik ook heel blij van. Maar ook gewoon echt wel uren draaien, je goed voorbereiden. Doordoen. Ik ben meer een doener. Maar ja, doordoen kan je ook heel veel leren natuurlijk. Maar ik denk wel dat je uren echt nodig hebt. Hè. Ze zeggen wel, je moet 10.000 uur iets doen voordat je het echt in de vingers hebt. Ja. Daar geloof ik ook wel in. Vlieguren moet je maken. Vlieguren maken. Ja. We zijn al door de tijd heen, dus de mensen die weg willen, die mogen natuurlijk weg. Maar ik vind het wel leuk om dan in ieder geval één vraag te nemen nog van de kijker. En ook die krijgt voor ook het boek Hard gaan met de beste mensen over succes met personeel opgestuurd straks. Evelien, welke vraag gaat het worden? Ik heb nog geen vraag binnengekregen over grenzen verleggen of de beste versie van jezelf worden. Nog niks. Nee, maar ja, ik kan er zelf eentje stellen en dat boek in ontvangst nemen. Laten we dat doen. Dat krijg jij. Nee, dan krijgt iemand anders uiteraard het boek. Maar nou, we hebben het wel eens gehad over je comfortzone. Hè? Je groeit niet als je niet uit je comfortzone komt. En jij hebt het wel eens, Arjan, gehad over je comfortzone oprekken. Ja. Dat is denk ik heel erg nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hoe doe je dat? Nou ja, door toch je angst, jezelf te confronteren met je angst. Waarvoor ben je bang? Wat kan er nou echt gebeuren? En heel vaak kan er eigenlijk helemaal niks gebeuren. Of niks heel erg ernstigs. En als je het dan gedaan hebt, dan geeft dat zoveel power. En dan leer je ook steeds vaker je comfortzone op te rekken. En je hoeft er niet gelijk buiten te zijn, dus dat mag wel. Maar mensen die het wat enger vinden, kunnen gewoon heel rustig dat kadertje of die comfortzone oprekken met kleine stapjes. En de mensen die wel durven, die kunnen gelijk die grote stap maken. Maar dat is hartstikke mooi als je weer eigenaar kan maken van iets wat je nog niet kon. Nou, dat geeft zo'n fijn gevoel. Dan kan je de wereld weer aan en dan ben je weer klaar voor die growth mindset waar jij het over hebt. Als je dat eenmaal hebt ervaren, nou, is super gaaf. En ik denk ook dat je als leider daarvoor moet zorgen dat mensen dat mogen doen. En ik geloof ook heel erg in dat ze dat op elk vlak mogen doen. Hè. Dus niet weer de boekhouder op een boekhoudcursus of naar een nieuwe, weet ik veel, exact cursus. Maar ga lekker potten bakken, ga de planten onderhouden. En dan hoef je straks niet meer de plantenhouder bedrijven in te huren. Want dat doet iemand van je werk. En dan voelt hij ook dat hij gewaardeerd wordt in waar hij zich wil ontwikkelen. Dus, ja. Ineke, een mooie afsluitende vraag. Hoe zorg jij dat je uit je comfortzone af en toe wordt gehaald? Gewoon doen. Ja? Gewoon doen. Met alles. Ook wat je spannend vindt, wat je eng vindt. Je moet het gewoon uitproberen en dan... Als je ook al lachen later. Ja, absoluut. Ik denk dat, maar dat is echt zo. Dat is echt zo, ja. Nou, dan zijn we bij deze een mooie afsluitende vraag gehad van het webinar over persoonlijk leiderschap met de Young Capital CEO Ineke Kooistra. En Arjen Erkel, bedankt ook voor jouw mooie verhaal. Jij bedankt voor het kijken. Over 2 weken zijn we bij je terug met een gloednieuw webinar. Hou daarvoor de social media van Young Capital in de gaten. Voor nu, heel erg fijne middag en graag tot over 2 weken. Bye.